Oh, gast! First try, jongen! Hallo mensen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben hier vandaag in de tuin van een freerunner. En niet zomaar een freerunner. Wieger freerunner 01. Ja. Ja. En ik ben hier niet alleen. Ik ben hier ook met mijn broertje, Juri. Dat is jongen. Let's go. Hey, leuk feitje over deze trampo, hè. Hier heb ik triple kaboom op genekt toen wij nog bij ons thuis stond. Ja, die clip heb ik nu in beeld gedrukt. Nou, en Wieger heeft hier dus een heel freerun park gebouwd van pallets en hout en van alles. Hier en daarachter helemaal. Dan hebben we hier ook nog trampolines. Dit is onze oude trampoline inderdaad. Dit is de trampoline waar ik mijn allereerste triple combo's op heb gedaan. En zelfs 1, 2, 3 in kaboom's op heb geland. En als ik hierheen loop, heb we hier ook nog een prachtige berg staan. Chique full down. Kun jij? Ik blind hem ook daar. Oh, ziek. Nog een keer. Hij wil dubbel full down zetten. Oh! Kom mee, kom mee. Oh, close! Dat is echt ziek, gek. Oh, ja! Nice! Oké, ik wil ook wat proberen. Ja, goeie! Hier, lion. Lijkt mij. Oh. Juri probeert hem nog een keer, de snapvoer. Oh, close. Hij kan wel. Komt hij, hè? Ja. Oh, clean. Wow. Ja, ik zag het, ziek. Nou, Juri lijnen. Ja, easy. Oké, ik ga een castaway proberen van dit sketchy, slappe ding. Dat is wel slap, Juri. Kan je hem even aanduwen aan de andere kant? Ja, moet je hem aanduwen, ja. Al tekens, kan mij iets schelen. Nog een keer? Nee. Nou, zoals jullie zien, dit hele park is eigenlijk gewoon 99% van hout gemaakt. En dat glijdt zo hard dat je er niet op kan freerunnen nu in de regen. Dan ga je echt dood. In de zomer maken we wel een video met alleen maar freerunnen hier. Sowieso, dat sowieso. En dan doen jullie ook. Daar komen we sowieso voor terug. En dan ga ik ook wat freerun dingetjes weer proberen. En voor nu, we gaan even het dorp in. Gaan we even kijken of Wieger daar even wat vets kan doen. Wat is jouw main goal voor vandaag? Scoot up nog naar Steen. Ja. Rennen, Juri! Fucka. A few moments later. Waarom film je mij nou weer? Omdat ik aan het vloggen ben. Hoi, Wieger. Nou, wij zijn aangekomen in het dorp, maar het regent keihard. Dus hopelijk wordt het straks een beetje droog. Nou, laten we naar de Jumbo gaan. Let's go to the Jumbo. Oké, als jullie de kookvlog hebben gezien, dan herkennen jullie die plus daarachter. Daar. Hebben jullie hem niet gezien? Ga hem dan kijken. Ik doe het linkje in de beschrijving bovenaan. Zij gaan nu eten halen of drinken bij de Jumbo. En ik ga niet mee. Want ik heb er geen zin in en ik heb ook geen mondkapje bij me. Heb jij je karretje, jongen? Nou, tot zo!
A few moments later. Daar zijn ze weer. Ik denk aan jou. Oh, wat lief. Je bent een held. Waar is Joeri? Joeri is daar nog. En daar is Joeri. Flikker op die knoggen. Ja. Ze hebben gewoon aan mij gedacht, jongens. Maar laten we een goede spot zoeken, want mijn camera is bijna leeg. Het gemeentehuis. Komt we gaan naar het gemeentehuis. Gaan we lopen? Let's go. Ja, we gaan lopen. Nou, wij zijn op de plek aangekomen waar Wieger waarschijnlijk zijn duck full gaat doen. Waarschijnlijk weet ik nog niet helemaal zeker, hè. Dat is hier. Ik wil eens kijken hoe ik voel. Hoezo weet je niet zeker? Dit is perfecte spot. Geen idee of hij hem hier gaat doen, maar het zou hier wel kunnen, in principe. Wieger gaat even opwarmen en dan gaat hij straks een big trick proberen. Hé, hey, ik heb ook leren freerunnen. Kijk wat ik kan, hè. Kijk, gewoon hierbij op zo'n... Oh! Hey! Kijk eens even, hey. Die progress van mij, jongen. Steeds beter. Oké, Wieger gaat zich nu even mentaal voorbereiden op zijn backtrick. Wieger, hey, hoe bang ben jij voor deze trick? Van 1 op 10. 7. 7? Ja. Toch wel, hè? Ja, maar het is wel meteen naar steen, is dat wat ik bedoel? En ja, ik maar heb kijk, twee keer in het gras gegaan. Ja, maar kijk, jij traint veel buiten ook. Kijk, ik doe alles op trampo. Ik zie mezelf hier zeg maar echt geen dubbel full of zo vanaf doen, snap je? Kijk hoe de impact is. Oh, gast, dat kan heel makkelijk. Nou, Wieger kan hem wel doen. Hij wil nu even een roerdie er vanaf doen, zegt hij. Ja, hij gaat nog een paar keer zetten en dan hupt hij hem daar ook wel. Ga je het nu ook gewoon doen? Ik ga ook gewoon vanaf hier filmen. Ik vind dit wel goed perspectief. Oké, yes. Oh, gast! First try, jongen! Oh! Gast! Eerst naar steen, bro! Gast! Let's go! Yes. Lekker, bro! First try gewoon, jongen! Hier, check die angle, hè? Zo, hé! Dat is echt wel heel ziek, hoor! Weet je nog wel de eerste keer dat je dit probeerde naar gras? Ja. Buiten. Echt ziek. Wat? Ga allemaal hem even volgen op zijn Insta, wiegenfreerunner01. Hieronder, met een duimpje omhoog. Sowieso. Dit is een zieke trick en nu gaat hij proberen een runnetje ermee te maken. Dus Wieger, succes, you got this, man. Thanks, man. Let's go. Ja, succes. Nou, Wieger is druk bezig met zijn runnetje aan het bedenken wat hij gaat doen na de dubbel. En we hebben een paar tricks in gedachten die hij kan doen. Maar hij moet nu nog even uitvogelen op welke volgorde en wat hij precies gaat doen. Dus ik ben benieuwd. Oh! Deze man is helemaal gek, joh. Is helemaal wild aan het worden hier. Watertje. Watertje. Watertje erbij. Watertje, niet gesponsord. Kristalline. Daarvoor? Yes. Gast! Hey, dik man! Ziek jongen! Carlo, nee. Was die gene full wel echt gene full? Ja, dat was fucking clean. Ja, dat was een goede gene full. Prima flow. Hoppakee, door. Ja! Hoppa! Hey, ziek gast! Volg hem nu zeker even op Insta, wiegerfreerunner01. En doe een duimpje omhoog, thanks, want bro. Dit is insane. Thanks bro. A few moments later. Nou, wij zijn klaar bij de vorige spot, dus we lopen nu naar de nieuwe. Oké, dus Wieger, die heeft deze gefrontflipped. Dus ik zal hem nu even in de vlog doen. En dan gaan we kijken hoe ver dit eigenlijk is. Want dit is heel ver. Hier? Ja. Dat is 1 voet. 2 voet. 3 voet, 5 voet, 6 voet, 7 voet, 8 voet, 9 voet, 10 voet, 11 voet, 12 voet, 13 voet, 15 voet, 16 voet, 16,5 voet. Ik moet ook springen. Oh. Oh ja, what the fuck? 17 voet. Zo 18 voet ongeveer. Oh, 18 voet ongeveer. Nou, ik
Gaan we even kijken wat is 18 voet. Wat Wieger heeft gefrontflip is 5,5 meter. Bijna 6 meter. Ja. Zo hé. En hoe hoog is dit? Ik ben ongeveer 1,80 meter. Dus dat zijn een paar poppetjes voor mij op elkaar. Ja. Dan ga ik in de edit even uitrekenen hoe hoog. En hoeveel voet is dit? 1,5 meter. Zo? Doe jij voet daar eens bovenop. Ja, anderhalve voet, jongens. Oh, kramp. A few moments later. Oké, even voor de content, jongens. Cool. Hey, jongens. Ja. Hebben jullie wel eens een keer geslapen in een content? Content. Content. Oh, dit gaat fout. Nee. Oh, ik ben bijna dood. Dat is dan te glad. Wat een goede content. Wel voorzichtig met je hoofd, dat je niet... Deze guy. Oh, what the fuck? Dat is nog eens content. Dit was het einde van de vlog. Vond je hem nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Ja, maar in de zomer gaan we veel meer doen. Dit is nog een saai iets. Het is alleen maar winter, man. In de zomer dan ga ik harde dingen doen. Goeie content komt eraan, jongens. Als we richting maart, april gaan, jongens, alleen maar betere content. Robin, kijk dit dan. Nou, dit was de video. Like als je hem leuk vond. Dan zie ik jullie de volgende keer. Subscribe ook als je meer wil zien. Hier beneden. En check sowieso Wieger, zijn Insta. En dan sluiten we de video af met een castaway. Ja? Ja. Gast. Hey, volg me voor Insta, dankjewel.